Met een dag vol activiteiten, waarbij er zelfs een dansje werd gewaagd, is het bezoek van de koninklijke familie aan Caribisch Nederland officieel begonnen. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Maxima trapten gisteren op Bonaire hun dag af bij Edison Reina, sinds 2014 gezaghebber van het eiland. Het is de eerste officiële werkreis van de 19-jarige Amalia. De Oranjes zagen met eigen ogen een belangrijk stukje van het slavernijverleden van Bonaire. Ze bezochten de slavenhutjes op Witte Pan, waar destijds de tot slaaf gemaakte mensen verbleven. Daar leerden ze dat de jonge generatie het onderwerp tegenwoordig volop durft te bespreken, terwijl er vroeger vaak over werd gezwegen. Tijdens de lunch sprak de koninklijke afvaardiging met inwoners van Bonaire over onder meer landbouwontwikkeling en armoedebestrijding. Influencer Mirani Bomba mocht mee eten. De 31-jarige Bonaireaanse vraagt aandacht voor klimaatverandering, die als gevolg kan hebben dat grote delen van het eiland in de toekomst zullen overstromen. Het was een eer om hiervoor uitgenodigd te zijn, zei ze na afloop. De sfeer was heel ontspannen en iedereen was open om te luisteren. De rest van de dag maakte de koninklijke familie kennis met de Bonaireaanse tradities, waarbij Amalia haar draai leek te vinden. Bij een bezoek aan het festival Noshilea in Cultural Park Mangdezina de Rij proefden ze lokale specialiteiten. Amalia hielp daar ook bij het afbakken van broodjes volgens geheim familierecept, ook al waarschuwde ze vooraf dat ze nogal onhandig was. Toen het leerorkest daarna de muziek inzette, gingen de Oranjes de dansvloer op, Amalia en haar ouders haakten de armen ineen met de locals en dansten samen op de muziek. Enkele danspasjes later stond er nog een bezoek aan de baai van Sorobon op het programma. Ze woonden daar een windsurfdemonstratie bij en maakten een tocht door het mangrovengebied. Het drietal ging in gesprek met de Junior Rangers van de Stichting Nationale Parken over het natuurbehoud in het kustgebied. De dag werd afgesloten met het evenement Taste of Bonaire, waar lokale gerechten op het menu stonden. Koning Willem-Alexander toonde zich fanatiek bij een potje Bon Cuné, een kaartspel dat op bingo lijkt. Ten slotte woonden Amalia en haar ouders een concert bij, waarbij er opnieuw vrolijk werd meegeklapt en gedanst. Het bezoek van het koninklijk gezelschap duurt van 27 januari tot en met 9 februari. Vandaag hebben Willem-Alexander, Maxima en Amalia een vrije dag. Na Bonaire reizen ze nog af naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ook daar zal volop aandacht worden besteed aan het slavernijverleden. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later!